Dit is een term die wel eens misbruikt wordt, maar Hein van Hazenbroek is echt een voetbaldier. Als de trainer van KV Kortrijk niet op of naast de bank staat te coachen, zit hij ergens op de tribune of anders wel in de tv-studio's van Prime. Hoog tijd om hem iets beter te leren kennen. Deze naar eigen zeggen niet echt magere Hein. Aan tafel bij Filip Joos. Hein van Hazenbroek, gisteren verloren op Lokeren. Dat is nog maar de derde nederlaag dit seizoen op 8 wedstrijden. Dat is geen ramp voor een promovendus, maar toch een nederlaag die pijn doet. Ja, zeker omdat het tegen de ploeg was die wij aankonden. Dus ik denk dat we dat ook zeker in de tweede helft bewezen hebben, dat wij van het niveau van Lokeren zijn. Alleen ja, zat het of wat tegen in de afwerking, of was vaak die laatste voorzet. We hebben er daar pakken van gegeven. Ik moest je ze allemaal achter elkaar zetten, dan is je uitzending gevuld vandaag. Maar die kwamen allemaal niet aan. Dus, maar ja, bij zo'n ploeg dan is het pijnlijk om te verliezen. Jullie staan nu 9e, geloof ik. 11 punten. Kijk je naar onderen? Weet je bijvoorbeeld de vierde laatste plaats, waar je moet wegblijven, op hoeveel punten die staan? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik weet dat Roeselaar 2 punten heeft, dat weet ik, omdat dat uiteindelijk ons buren zijn. En, ja. Maar eigenlijk ervoor, of dat nu 5 of 6 of 4 of 7 is, ik weet het eigenlijk niet. Nee. En ik kijk ook niet naar de plaatsen ook. Of dat wij nu eerste klom of tweede klom staan, is voor mij niet belangrijk. We hebben een doelstelling gemaakt bij het begin van het seizoen. Dat was proberen 40 punten te halen. Wij hopen dat dat voldoende is. Het zou kunnen dat er misschien nog een paar bij moeten, maar dat is de doelstelling en daar mikken we naar. En wij proberen van ja, zo snel mogelijk daar zo dicht mogelijk bij te komen. Ik lig er alvast niet wakker van. Echt waar. Ik vind dat zijn, op zich, dat zijn de beste trainers die er niet wakker van liggen. Ja. Als dat hier tegenvalt, ik vlieg buiten, dan ben ik veel overtuigd dat mijn manier van werken ook bij andere mensen heeft kunnen overtuigen. En, maar echt daar, ik ben bezeten met hetgeen ik doe en ik ga proberen deze club in eerste klasse te houden. Dat is een van mijn doelstellingen. En ik zou enorm ontgoocheld zijn moest dat niet lukken. Maar als je daar iedere week van wakker ligt, dan ga je geen over. Dus je dan hebt weinig stress, niet meer. Stress in je ik heb job. Heel weinig stress. Ja. Ik heb heel weinig stress. Ik ga me soms wel uiten of roepen op. Ik heb heel weinig stress. Ja, je bent Yves van der Hagen zegt van... Hoe rustig dat jij bent. En Gianni, mijn keepertrainer, verleden jaar zei, het is ongelooflijk hoe dat jij onder alle omstandigheden altijd rustig blijft. Altijd. Bijna van de manier in het voetbal. Echt waar, ja, echt waar. Voor hen is dat ongewoon. Ja. Yves heeft ook veel trainers meegemaakt, heeft het waarschijnlijk vaak anders gezien. Ja. En hij is er echt door verbaasd. Je doelman is Peter Mollet, na 8 wedstrijden nu nog steeds. Is het moeilijk om verbouweren wat toch een talent is, die je bij Brugge bent gaan halen om hem te laten spelen, veronderstel ik? Mm-hmm. Is het moeilijk om die op de bank te houden? Hij sukkelde met een blessure, maar nu is hij fit. Hij heeft heel de voorbereiding gemist. Dus hij heeft dan langer dan de voorbereiding gemist. Hij was ook nog niet fit de eerste wedstrijden van de competitie. Mollet doet het goed. Mollet is niet goed gestart. Dus heeft in de eerste wedstrijd een aantal fouten gemaakt. Maar is sedert het terug zijn of het terug fit zijn van Verbouwheden op niveau aan het keepen. Ik begrijp een beetje de frustratie misschien van Glenn. Die uiteindelijk al hier was gekomen om te spelen, maar ik heb hem ook al gezegd, zijn carrière is nog heel lang. Hij gaat nog heel veel matchen spelen. Dat hoort hij al heel vaak. In zijn hoofd is dat natuurlijk. Ik weet het. Maar hij heeft dit jaar echt wel de omstandigheden tegen. Dus, maar hij moet zorgen, er is maar één middel om uw plaats op te eisen. En dat is tonen op training dat je gewoon beter bent dan iemand anders. En dat doet hij op dit moment één keer. Ja, niet één keer tonen, maar constant tonen. En er zitten te veel hoogtes en laagtes in voor het ogenblik nog. Dus, en dat heeft te maken met wat allemaal in zijn hoofd rondspeelt natuurlijk. Dus, hij moet dat uit zijn hoofd kunnen zetten. Hij moet kunnen evolueren daarin. Want hij heeft ook daar nog een heel lange weg in te gaan. In het mentale. Is hij een supertalent? Als hij in die topdag zit? Hij kan dingen die een andere niet kan. Ja. Maar hij maakt ook fouten die anderen nog maken. Dus in die zin, om echt supertalent te zijn, dan verwacht ik dat je die fouten niet maakt. Dus, maar hij is in staat tot dingen die anderen hier niet kunnen. Nieuwe tribune hier, de club leeft, hè, dat is duidelijk. Er is een actie voor volgende vrijdag. Dus, ja, tegen Moskou is €5 algemene ingang. Dus ik hoop, en ik zou echt wel ontgoocheld zijn moest het niet vol zitten. We hebben nu tussen de 5.000 en 6.000 toeschouwers. Dus om het vol te krijgen moeten er van onze kant denk ik een 3.000 bij komen. En dan hopelijk van Moeskroen ook wel die 900 plaatsen, dat die ook volzet zijn.
En dan is er een kleine 10.000 man aanwezig. Dus ik hoop dat het echt met die actie, dat de mensen ook komen kijken. Uiteindelijk, ik denk qua reclame, wat we de laatste jaren en ook al begin dit jaar hebben gebracht, dat er qua publiciteit toch voldoende is gedaan. Ja, hobby's, buiten het voetbal? Nee. Nu niet meer. Vroeger heel veel, maar nu niet meer. Nu dus als voetballer alles, wel? Als voetballer ging ik bijna dagelijks tennissen ook. Dus dat was... Ik was eigenlijk een sportfreak. Hè. Ik heb gehandbald. Ja, maar is het zo dat je als handballer, als jonge kerel, een aanbieding hebt gekregen? Om in Limburg wel, prof was misschien was vroeg. Hè. Ja. Aan 15 jaar wouden ze dat ik naar Hasselt ging wonen. Om te gaan met Initia spelen, trainen. Verblijf ging betaald worden, dus alles ging betaald worden van hen. Dus de weg naar het... ik kon heel goed handballen. Heb je getwijfeld? Of? Nee. Voetbal was op zo'n moment ga je niet omdat je... Oké, wat stelt handbal voor in ons land? Ja. Hè? Dus waar kun je carrière mee maken uiteindelijk met voetbal of met handbal? Dat was maar je deed het wel graag, ja. Super graag. Ik heb ook heel graag gevolleybald uiteindelijk. Dus ik heb ook volleybal. Ook daar heb ik ooit een trainer van eerste klasse horen zeggen van jij moet stoppen met voetballen, jij moet komen volleyballen. Kom een echte sport doen, maar dat zeggen ze dan. Ja. Dat is ook de reden waarom ik en daar komen we op een delicaat punt van het voorbereiden van onze jeugd. Hè. Ik was 1,90 meter bijna. De meeste jongens van 1,90 meter die moeten in de voetbal in de jeugd nooit springen, want die winnen zo duels. Die kunnen eigenlijk niet koppen als ze 18 zijn. Ja. Dus die gaan dan ook als ze senior zijn niet meer van de grond. Die zijn niet explosief, dus, maar als je als 1,90 meter gaat volleyballen, dan ben je eerst en vooral al niet bij de hele grootste. Ja. Maar dan dus is er vooral die uitdaging om die bal in die 3 meter naar beneden te kloppen, dat hem terug tegen het plafond komt. Hè. En dat was mijn uitdaging en daar ben ik ook in geslaagd uiteindelijk. Wat maakt dat ik uiteindelijk... We hebben nu explosieve testen gedaan. Ja. Ik spring nu nog met een zak overgewicht van 30 kilo, nog hoger dan meerdere van mijn spelers uiteindelijk. Ik vroeg het ook van die hobby's, omdat als ik mijn televisie opzet, zit je heel vaak op Prime, gewaardeerd analist daar. Pik je daar iets van op, van je werk als analist en niet louter Champions League? Je doet dat al jaren. Ben je daardoor een betere trainer geworden? Zie je snellere wedstrijden? Ja, dat is één. Dat is één. Je analyseert, het is een wisselwerking. Ja, je analyseert veel makkelijker tegenstanders ook. Dus je ziet veel meer dingen waar je kan van profiteren. Maar je haalt natuurlijk andere dingen uit ook. Europees voetbal is voetbal op topniveau vaak. En, wat mij vooral opvalt is het tempo. Hè. Ja, dat is het grote verschil. Dat is enorm. En dat doet spelers dood. Die dat, Ik heb op één dag, ik had Feyenoord Ajax gedaan. Daar was er een ongelooflijk tempo in de start. Een half uur volgehouden, dan is dat wat stilgevallen. De tweede helft was al een stuk minder. Dan heb ik daarna Chelsea Manchester gedaan. Ja, dat is 90 tempo, minuten, 90, ze zouden er 100. Maar dat was ook niet normaal. Hè? Ja, onvoorstelbaar tempo. Hoe snel dat op en neer ging, was niet te doen. Ja. En dan heb ik s'avonds Club Brugge Genk gedaan. Of Genk Club Brugge. Waar men toen van zei, want dit is misschien wel de beste match die we in eerste klasse hebben gezien. Het was stevig, maar inderdaad. 10 minuten, ongelooflijk tempo. Toen was ik echt verbaasd. Toen zei ik van, wauw, wat kunnen wij hier tegen gaan doen? Tegen twee ploegen die zo snel voetballen. Maar dat zakte. Maar na 10 minuten was het al voorbij. En dan was het echt nog flitsen. En, en daar ligt hem het grote verschil. Wie wordt kampioen, Hein? Laat je analisten oog eens. Hè? Kortrijk niet. Dus... Ja, uiteindelijk Standaard is de topfavoriet. Het vertrek van Fellaini is natuurlijk wel een streep door de rekening. Want als die blijft, dan denk ik is er weinig aan te vingers doen. Vingers in de neus. Ja. Dan denk ik het heel makkelijk. Maar nu blijkt inderdaad dat met zijn vertrek, ja, wel gisteren moeilijk, maar niet vergeten, Interlands in de benen. Ja. Een paar verschuiven met mensen. Een paar verschuivingen ook. Dus, maar ik verwacht toch van Anderlecht en van Club Brugge dat zij toch voor tegengewicht kunnen zorgen. Club Brugge is sterker dan verleden jaar. Ja, he, beter. Hè? Ja, echt voetballend ook beter. Heeft ook meer opties nu op de flanken. Anderlecht draait nog niet. En toch hebben ze die punten. Ze hebben hun punten, dat is een heel groot voordeel. Ze gaan voorin nu jongens recupereren ook. Suárez verwacht ik heel veel van. Heeft mij een heel goede indruk gelaten in de voorbereiding. Die 2 uur dat hij al gevoetbald heeft. Inderdaad. Hij heeft iets. Hij heeft echt wel iets. Die zou wel eens de revelatie kunnen worden nu. Het zal misschien nog een paar maanden duren voordat hij echt wel ingeburgerd is. Maar na nieuwjaar zou hij wel eens brokken kunnen maken. En overwinteren we Europees met een van de twee? Standaard heeft weer een bijzonder moeilijke... Standaard heeft een heel zware poelen. Standaard zal heel, heel zwaar zijn. Club Brugge moet het kunnen, denk ik. Ja. In de poelen die ze zitten, met de thuiswedstrijden die ze hebben... Ja, dat komt thuis er ook nog eens kunnen, bij. Ze moeten thuis kunnen winnen. Als ze 6 punten pakken, zijn ze door, denk ik. Ja. Standaard heeft heel zware thuiswedstrijden, dus... Alleen Sampdoria op het eind misschien, omdat hij dan met een B-ploeg durven komen. Maar Sevilla als eerste dat is top, hè. Dat is Champions League niveau.